Dus we gaan lekker beginnen. Voordat we beginnen met de nieuwe spullen, leg ik dit even aan de kant. Want ik had namelijk een vraag. En voordat ik die vraag vergeet te beantwoorden, er was iemand die heeft aan mij gevraagd hoe ik nou die dubbelzijdige tape op die reinforcements maak. En eigenlijk is dat heel simpel, maar ja, als je het niet weet. Ik heb hier dubbelzijdige tape. En ik pak dan een stukje papier wat ik dan wil gebruiken. En dan plak ik dan dat dubbelzijdige tape op. Moet ik even schaar pakken. Nu was het dus vergeten, maar alles hier dicht bij de hand dus. En dan plak je aan de achterkant dus die dubbelzijdige tape. Ik denk, dan zal ik eerst doen, even die vraag beantwoorden. Dan leg je je stand aan de bovenkant. En dan draai je hem eigenlijk door de machine. Dat is eigenlijk alles. Vastzetten. Nou, hij gaat hier niet zo mee. Hij is net te lang voor deze. Ik draai hem even door de andere machine. Ik was er al bang voor, maar ik draai hem even door mijn andere standapparaat, dames. Dan kan ik het nog net laten zien. Hij is net te lang voor deze. Kijk, en dan heb ik hier, maar ik haal het er niet af nu. Er zit dus dubbelzijdige tape nu aan de onderkant. Heb ik mijn reinforcements en er zit dan tape onder. Zo simpel is het eigenlijk. Dan krijg ik hem nu precies terug. Nou, laat ik dat straks maar even doen. Dus zo draai je dus dubbelzijdige tape op je stanzen en malletjes. Vooral kleine malletjes doe ik dat mee. Maar ben ik nou behoorlijk aan het verschuiven geweest. Zie ik wel. Nou, ik ga eens even wat spullen pakken. Want ik heb hier een hele stapel met stanzen. En stempels. Die ga ik er even bij pakken. Dan pak ik ook even mijn planner om te laten zien welke. Nou, dan hebben we hier de eerste. Dat is de Essentials 28, Planner Essentials 28. Gloop. Ik haal hem even uit de verpakking. Voor jullie beter te zien. En daar heb ik alle pagina's mee gemaakt. Maar ik zeg al, ik heb er nog niet, ik heb nog niet alle stanzen gebruikt. Er is het nog te kort voor, het licht schijnt er wel heel erg in. Kijk, dan heb ik deze pagina's, heb ik in ieder geval met de eerste stans, met de globe dus. Dus dan heb ik hem eerst, heb ik hem hier uitgestanst. Dan heb je nog een cirkel en dan kun je hem nog een keer los uitstansen. Dus dat heb ik hier gedaan. Nou, dan zit er nog een wereldbol op. Travel the world staat erin. Drie zonnebrilletjes die je op verschillende manieren kunt doen. Dat is de, en dan die mooie stans met die katalant. Dus dat is stans nummer 1. Dan zien jullie ook meteen op diezelfde pagina stans nummer 2. En dat is de Essentials 29, Directions. Nou, daar zit dit mooie bord op met die pijltjes. En dan heb ik hier ook pijltjes gebruikt. Die zit hier weer op. Deze heb ik erop gebruikt. Nou, ik heb wat losse pijltjes. De reinforcements, die heb ik ervoor gebruikt. Nou, en daar zitten ook hier leuke tekstjes op. En die tekstjes, die zitten dan weer in de Vacation Praises.
de CS192. Dat is een stempelset. Dus ik heb er een dubbele pagina van gemaakt van deze twee sets. Hoi Marga, van welk papiermerk is dat? Holografisch papier? Ja, dat is van L'Enfant. Is dat holografisch papier? Nou, dat was deze set. En dan hebben we hier de Essentials 30 Wave Pocket. Ik haal hem er ook even uit. Dat vind ik ook helemaal mooi te zien. Die heb ik ook gebruikt. Daar is dus een pocket. En als je die dan dubbelvouwt, zeg maar, dan loopt de ene weef naar die kant en de andere weef loopt naar die kant. En dan in die pocket zitten drie labels die je kunt gebruiken. Nou, daar heb ik er hier twee van aan de voorkant zitten. Hier zit de stand Love This. En wat ik gedaan heb voor het puntje van de I, is het middelste van de reinforcements bewaar ik dan. En daar gebruik ik dat dotje voor. Aan de achterkant zit de grote, nee de kleinste stans van deze drie. Dan heb je deze, dat zijn die mooie sluitingen eromheen. Dan hebben we nog tekst, ik weet zo even niet. Even, ik wist me... Cherish, every day. Ik heb nog geen tijd gehad om alles, normaal wil ik eigenlijk alles uitstansen. Dat aan de achterkant doen, zodat ik precies weet wat erop staat. Nou, daar heb ik dus echt te kort tijd voor gehad. Dat is me niet gelukt. Unforgettable zit weer in een nieuwe stempelset. En dat is de CS191 Destination Praises. Unforgettable. Dus dat is deze. Die ook even aan kant. En dan komen we bij de slider pockets. Nou, daar heb ik. Die bestaat al uit verschillende onderdelen. Even kijken, die heb ik ook gemaakt. En dat is deze. En die kun je op veel verschillende manieren doen. Ik ga er ook nog wel een keer, denk ik, een aparte live voor doen. Of een aparte video misschien. Maar kijk, je hebt hier een label die op en neer gaat. Deze gaat zo. Deze flapje open. Nou, dan kun je ook kiezen of je doet bijvoorbeeld drie keer deze. Of je doet drie keer deze. Dus drie keer deze. Dan kun je echt helemaal wisselen. Dus dat is de slider pocket. En daar zitten dan ook die teksten bij. Foto's, specials, today. Nou, dan zitten er ook nog kleine teksten bij. Open here, die heb ik gebruikt. En dan moet ik even uit mijn hoofd kijken. Perfect. This and that. Dus dat is deze. Ik zeg al, ik ga daar misschien nog wel eens een live of een video van maken hoe dat precies werkt. Ik denk, ik zal even snel laten zien wat ik al gemaakt heb. En dan hebben we hier de Planner Essentials 32 Viewmaster. Even kijken. En die heb ik ook. En dan is het klaar. Want dan heb ik ze allemaal laten zien. De pagina's die ik gemaakt heb. Maar ik laat ze volgende week. Laat ik één voor één nog de pagina's wel zien. Nou, dit is dus de Viewmaster. Dus dan heb je de onderkant, bovenkant. Nou, ik heb gekozen om hem op een pagina te plakken. Maar je kunt hem dus ook gewoon los in je planner doen. Ja, er zitten hier allemaal leuke tags bij. Er zit echt van alles bij hier. Nummer 1. Dus, nee, dat is niet de laatste, want ik heb de achterkant van deze ook nog gedaan. Wat ik bij de Viewmaster ook nog gedaan heb. Maar dat is de volgende set. Zal ik even deze terug doen. Want ik wil het wel graag allemaal een beetje bij elkaar houden. En vooral de kleine onderdeeltjes niet verliezen.
Eerst de viewmaster circles. En de viewmaster circles kun je zowel los gebruiken als dus hierop. Kijk, hier heb ik er eentje gebruikt. En dat is de Somebody to Love. En ik weet de teksten zo uit mijn hoofd niet. Maar ik ga er allemaal nog stansen. Maar ik zeg al, daar heb ik echt te weinig tijd voor gehad om alles uit te stansen. Zodat ik precies kan zeggen wat er allemaal op staat. Maar dat komt nog wel. Hoe print je die foto's zo klein? Deze heb ik met de Canon selfie geprint. En dan had ik er, ik geloof, 4 op een pagina gedaan. Ja, en dan heb ik ze zelf zo kort uitgeknipt, zeg maar. Volgens mij heb ik er 4 of heb ik er 8 op. Durf ik even niet te zeggen. Kan best zijn dat ik er 8 op een op zo'n fotopagina gedaan heb. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Deze laat ik even aan de kant. Want ik heb ze op volgorde liggen. Dan heb je de Planner Essentials 34. Christmas Figures. En die bestaat ook weer uit 2 delen. En daar heb ik geen pagina mee gemaakt. Ik heb wel al het een en ander uitgestanst. Omdat ik natuurlijk ook met die December Daily bezig ben. Dus daar ben ik ook aan het voorbereiden. En dan heb ik hier Toy Soldier, sneeuwpopje op 2 verschillende manieren gemaakt. Kerstboom zit hier in deze set. En dan heb je ook nog de boomstam, maar die heb ik niet uitgestanst, nog niet. En dan heb je nog verschillende labeltjes. Er is er nog eentje meer, maar die zit al in het pakketje van de December Daily die ik klaar heb. Dus die had ik al klaar liggen. Kijk, en dan kun je verschillende manieren kun je die Toy Soldiers maken. Allemaal verschillende kleurencombinaties. Want er is een volle laag, zeg maar. En dan een... Ik leg ze even hierin. Dat is makkelijker zien. En dan stans je deze en die plak je hier bovenop. Nou, dan kun je kiezen of dat je alleen maar één kleur doet. Of net als ik deze gedaan heb ik hem ook nog in het rood gestand. En die rode onderdeeltjes heb ik eruit gehaald en hier tussen geplakt. En hier de groene onderdeeltjes die hier weer uitkwamen, die heb ik hier weer ingeplakt. Dus daar kun je mee heel erg mee spelen. Heel leuk voor in je planner. Maar dat laat ik volgende week zien in de December Daily. Maar ook heel leuk voor op een kaart bijvoorbeeld. Ja, ideeën heb ik al genoeg. Dus wat dat betreft... Deze ga ik daar gebruiken, dus je leg ik even aan de kant. En dan hebben we de Essentials Windows Overlay. Dat is de 36. Oh, ben ik nog maar even binnen. Hoe lang ben ik bezig? En ik heb nou weer puin op. En die heb ik ook gemaakt. Dit is deze. En vraag me niet welke teksten hier allemaal op staan, want dit zijn allemaal teksten. Dat zijn allemaal deze teksten, die heb ik net ook even kijken bij. Nee, niet deze. Oh, andere kant. Kijk maar deze. I'm cute. Loved. Ik weet zo uit mijn hoofd niet wat er allemaal voor teksten op staan. Maar er zijn er nogal wat. Kijk, want het is 6, 12, 18, 21 verschillende. Dus, maar die ga ik allemaal nog uitstansen en die plak ik dan aan de achterkant erop. Zodat ik zelf ook weet wat er allemaal in zit. Dan heb ik deze pagina meegemaakt. Dus ik heb wel hard gewerkt deze week, hè? Vind ik zelf. Ja. Dan ga ik even de planner opruimen. Tussentijd even. Kijk, zie je, want de achterkanten heb ik nog niet allemaal gedaan. Maar ik wilde gewoon echt alvast een paar pagina's laten zien. En ik laat ze op Facebook nog een keer helemaal goed zien, hoor. Maar ik denk, we wandelen even door het boek. Even kijken. Ja, ik heb hard gewerkt, Simone. Ik heb echt even gas gegeven. En dan ben ik tussendoor ook nog met die December Daily bezig. Dus vraagt ook best wel voorbereiding.
Nou, dan hebben we hier de stempels, zoals ik net al zei. Dus dat zijn er 4. Oh, deze heb ik net die heb ik op 1 pagina al gebruikt. Kan ik hem ook even laten zien. Kijk, hier zit een grote op. Dat is de Love. Dat is deze. Die heb ik hier al op gebruikt. Dan heb je vacation moment, relax, offline, travel, love this so much, smile always, happy love, hello love, en dan love en dan c'est la vie. Ik vraag me de vertaling niet, maar en hier staan een hele hoop leuke kleine tekstjes op die, ja, die er wel van bij passen. Dus een geweldig lijn. Ik vind hem tenminste helemaal geweldig. Dan is er ook nog papier. Dat papier heb ik nog niet. Ik heb een paar vellen papier van Esther gekregen. En daar heb ik dus die pagina's ook mee gemaakt, de meeste. Maar nu ga ik deze naar deze werken. En dat is de 35 Holiday Tab Pages. En met die Holiday Tab Pages kun je eigenlijk ook een hele hoop. Ik ga nu vandaag werken in mijn planner. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook een kerstkaart mee maken. Kijk. Voorkant. Je kunt hem ook zo doen. Voorkant. En achterkant. Nou, rillen hier een lijntje en je hebt een leuke kerstkaart. Dit zijn kerstornaments. Die je er eventueel op kunt plakken. Ik zei al, je kunt er ook een boekje van maken trouwens. Oh ja, ik ken boekjes, hè. Dat was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. Je kunt er ook een boekje van maken. Maar volgens mij sterf ik van de boekjes langs mijn hand. Dan staat hier cijfertje 10. Dit is weer een leuke, dan kun je die cijfertjes. Dit zijn allemaal cijfertjes, van 0 tot 10. Kun je erin doen. Dit is een bordje met Xmas. En dan dit is een heel leuk dingetje. Kijk. Dit is Craftex. Maar ik heb hem ook met leer gemaakt. En dan moet je hem 2 keer uitstansen. Ik heb hem met glossy accent aan elkaar geplakt. Vooral het leer. Vooral het leer. En zet er even een boek op. Laat het even een half uurtje liggen. En dan is die hartstikke hard. Dan blijft hij goed zitten. En die kun je dus op plakken of op klemmen. Nou, dan kun je verkiezen dat je zo opklemt. Maar je kunt ook kiezen dat je maar zo opklemt. Je kunt hem bestempelen. Eigenlijk allemaal hele leuke deetjes. Ik heb hem hier ook in zitten in het kraft. Die ga ik dadelijk gebruiken. Dus mogelijkheden genoeg. Maar ik vind dit echt wel een heel erg leuke toevoeging. Nou. Dan vergeet ik nog bijna iets. Want er zitten natuurlijk ook nieuwe reinforcements bij. Nou, deze heb ik net gebruikt. Die ga ik weer even terug aan mijn ringetje doen. Voordat ik hem daar kwijt ben. Even kijken, ik zie hier iets van planners, mapjes. Ja, die mapjes die zijn inderdaad, die staan bij de planners. Dat zijn A5 mapjes en daar past het allemaal precies in. Als je bij Marloes, bij planners volgens mij kijkt, daar staan ze volgens mij bij. Nou, dan zal ik even de reinforcements nog wat meer zo te doen. Nog even snel laten zien. Leuke plaatjes. Leuke vlaggetjes, zeg maar. Dit zijn leuke, want die kun je omslaan. Volgens mij zijn dit koffertjes. Wiebertjes noemden wij dit altijd. Visjes. Leuke bloemetjes. Deze heb ik al gebruikt, ook in die
de nieuwe pagina's. Deze volgens mij ook. Nou, dan hebben we hier stellen, kerststellen, zeg maar. Dus dit is de nieuwe lijn. Even kijken. Even een slokje drinken, jongens. Nou, ik heb dus al het een en ander klaargelegd. Zoals jullie al gewend zijn. En nou ben ik zo slim geweest om er een foto van te maken. Want ik had natuurlijk alles mooi liggen. En zoals ik van de week al gemerkt heb met die kerst, dacht ik van, wow, en hoe had ik het nu eigenlijk gepland? Dat vergeet je dan weer. Nou, die reinforcements laten we maar even erin zitten. Dat doen we straks. Echt van alles al. Kijk, en dan zien jullie hier in dat zakje, die middenstukjes van die reinforcements heb ik ook bewaard. Dat je misschien dadelijk wel eens kan gaan gebruiken. Ik gebruikte altijd heel veel van die plakpareltjes en zo. En nu gebruik ik die rondjes heel vaak. Ik leg dit even allebei aan de kant. Want ik ga eerst mijn pagina, ga ik nog iets mee doen. Even kijken. Ja, ik heb nu een heel groot beeldscherm. Dus aan de ene kant staat de foto, aan de andere kant staan jullie. Kan ik lezen wat jullie allemaal zeggen? Ik kan dat zo. Deze stenseltjes komen uit de Somerset van Charlene en Ilse. En ik had de stencil die ik wilde gebruiken, had ik ook al klaar liggen. Ik ben van de voorbereiding, dat weten jullie inmiddels al, toch? Dan heb ik de Fire Brick, de Oxide Fire Brick. Alleen nu heb ik geen glasplaat, waar ik, oh, ik kan hem hier tegenaan doen. Ja, zo. Dan ga ik her en der, want het meeste is daar toch verstopt. Maar ik wilde eigenlijk een beetje een strakke pagina maken. Mijn moeder is vorige week 80 geworden en eigenlijk was dat, zou dat iets leuks moeten zijn geweest, want het was eigenlijk een heel droevige aangelegenheid. Dat gewoon zonde was eigenlijk. Maar daar wil ik dus vandaag een pagina van gaan maken. Van dat kleine beetje wat we gevierd hebben. Kijk, het midden gaat toch bekleed worden. Dus ik heb gewoon her en der wat rode stippels gezet. Ik denk daar ook van tevoren niet bij na waar. Je vond me bij een voetbal aan het kijken. Nou, dat is iets wat ik geef dan gelukkig weer niks om voetbal. En hier geven ze er eigenlijk allemaal niks om, dus dan wordt hier zelden gekeken. Wat ik wel leuk vind is dat tapje hier nog een beetje extra. Nou, dit gaat aan de kant voor straks schoon te maken. Dit mag ook weg. Dat heb ik niet meer nodig. Straks ook schoonmaken. Dat mannetje was van de Somerset. Van Charlene en Elze. Daar zaten deze stenseltjes bij.
Dan hebben jullie vast en zeker gezien dat ik allerlei tekstjes hier heb liggen. Net als dit. Die komen uit het nieuwe papier van Esther. Kijk, en dan heb ik dus tekstjes uitgeknipt. Er zit ook nog kerst tussen sommige. En deze kleintjes, die heb ik daar ook uitgeknipt. Dat is het nieuwe papier van wat in die blok zit. Nou. Dan gaan we eens kijken hoe dat we het weer wilden maken. Dankjewel, Wil. Even kijken. Dit zaal is trouwens wel een stuk rustiger, hè? Om te kijken. Voor jullie ook, volgens mij, toch? Deze kwam hierop. Deze kwam aan deze kant. Ja. Ik kan het zeggen, ik had mijn plak. Die marker vast opplakken. Deze plak ik nu vast. Je kunt het ook gewoon als losse pagina dus doen. Hè? Dus voor in je planner, maar ik plak deze nu vast. Ik heb me eigenlijk wel een beetje in moeten houden met deze pagina's, want ik ben meestal wel van de drukken. Maar ik wilde deze eigenlijk wel een beetje strak houden. Ja, nee, we zijn inderdaad rare tijden. En nou had ze ook nog net de pech dat ze 2 dagen na de nieuwe regeling dus 80 werd. Dus 2 dagen na de persconferentie werd ze 80. En ze heeft nog maar een heel kleine familie. En we hadden het zo mooi geregeld dat we in gedeeltes. Dus zeg maar mijn broers morgens en dan een tante die nog leeft daarbij. Dus dan waren ze met z'n drieën. En dan 's middags mijn andere broer en 's avonds ik met mijn man. Ja, toen mocht dat niet meer. Dus toen zijn eigenlijk alleen de kinderen geweest en mijn moeder is dementerende. Dus leg dat mens maar uit dat er verder niemand mee komt. Dat was gewoon zo vervelend en ook ze snapte het allemaal niet. En ze heeft ook nog een paar keer heel verdrietig opgebeld. Van, ik ben mijn verjaardag vergeten, er is helemaal niemand geweest. Dus dat is echt, dat is gewoon dubbeldroevig. Ja, jullie vandaag 33 jaar. Wij waren pas 25 jaar getrouwd. Dat hebben we ook niet kunnen vieren. Maar voor ons is dat dan nog wel te begrijpen, zeg maar. Voor haar is het gewoon niet meer te vatten. En dat is gewoon het droevige aan heel het verhaal. Even kijken. Want ze heeft natuurlijk ook nog kleinkinderen. Die mochten ook niet komen. Eigenlijk is er niemand geweest, alleen haar 3 eigen kinderen. Dus we hadden maar een klein taartje met de 80 erin. Even kijken, dan had ik hier nog deze. Nou, deze komen ook uit de stempelset. Memories with the ones we love staat erop. En dan heb ik hier nog de Unforgettable. Ik denk dat ik deze wel hoger doe. Die daar. Ik wil eigenlijk die tapjes niet helemaal kwijt.
Ik wil zien dat er nog tapjes zitten. En dan had ik nog een mooi waxzegel met een klavertje 4. Ga ik even spieken. Had ik hem zo bedacht. Ja, dan daal ik hier nog de reinforcements op. Nou, dankjewel voor jullie felicitaties. Ja, ik ga hem zo plakken. Ik heb even gespiekt op mijn computer en dit gaat hem worden. Dan ga ik beginnen met de foto's op plakken. Dat is het makkelijkste, denk ik. Ja, en ik wilde dit weekend ook nog wel even heel snel naartoe, want ik ben ook zo bang volgende week dat ze alles op slot gooien weer. Dus we hebben ons eigenlijk al voorgenomen dat we het weekend toch snel nog even op bezoek gaan. Voor het geval dat het niet meer mag. Dan zijn wij dan toch blij met onze hobby, hè? Dat we ons eigenlijk dan toch nog kunnen vermaken in deze rare tijd. Tenminste, ik vermaak mijn eigen wel hier. Het begint hier alleen wel nodig. Een opruimbeurt heeft het mijn kamer nodig. Ik verzamel alles. Gisteren nog wel leuke spullen gekregen van mijn vriendin. En dan staan we allemaal in die kamer. En het moet nodig een keer opgeruimd worden. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, want dan begin ik weer opruimen en dan kom ik weer van alles tegen. Dan begin ik eigenlijk alweer aan mijn hobby. Dan denk ik, och, dat is ook wel leuk om te doen. Dus ik moet een keer mijn eigen schop onder de kont geven en beginnen. Ik heb vandaag ook de vraag gekregen hoe ik die foto's doe. Nou, dat is dus met de Canon Selfie printer. En ik heb verschillende apps. Meestal gebruik ik die van de printer zelf. Maar er zijn gewoon verschillende apps waar je leuke indelingen kunt maken. Nou, die heb ik dus ook weer met de dubbelzijdige tape gedaan. Zo slim was ik dan ook weer. Ik zie trouwens ook al heel veel leuke pagina's voorbij komen van de December Daily. Erg leuk dat jullie meedoen. Kijk, met die dubbelzijde tape werd toch een stuk makkelijker. Zo. Dan ga ik maar even wachten met deze, waar ik die dadelijk zal doen. Die wacht ik maar even mee. Eerst deze kant. Ik ga beginnen met de foto. Ik nou een beetje met mijn hoofd ervoor, maar ik moet echt maar zien dat ik hem recht heb. Ja. Als ik soms vragen van jullie niet zie, ik kijk straks weer even. En ik zag ook al mensen die ook al leuke vragen aan het beantwoorden waren. Dus Mirjam zegt haar herkenbaar momenteel overal staan. Dus ja, ik ook. Ik heb dan op de grond in een hoekje alles van die December Daily
liggen. En ja, nu had ik ook een hoekje met de nieuwe malletjes waar ik mee bezig was. Dus dan heb ik ook nog een doos met allemaal dingetjes die ik dan binnenkort naar het bejaardenhuis breng. Zodat die mensen ook wat kunnen vreubelen. We hebben hier een buurtvereniging gehad. Dan hebben we nog wat verf van over. En van allerlei dingen die hun weer kunnen gebruiken. Dus een hele doos verzameld. Ja, het staat wel allemaal hier op de grond. En voorheen ging ik nog wel eens een keertje zelf een dagje mee knutselen. Maar ja, dat mag ook nog niet. Gingen ook kaartjes maken en wat hebben we? We hebben van alles gemaakt al. Mijn memo blokjes hebben we ooit gepimpt. Ik verzin elke keer wel wat leuks voor ze. Dat is dan eigenlijk met een groepje lichtdementen bejaarden. En dan ga ik dan een middagje wat met ze doen. Maar dat is ook alweer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Maar dat vinden ze vaak wel heel erg geweldig. Kijk, en dan had ik leuke hapjes als reinforcements. En ik wilde hem strak houden, dus ik heb deze keer ook gekozen om om de hapjes allemaal hetzelfde te houden. Lang levende plastic zakjes, hè? Daar ben ik echt heel veel voorbereiding in aan het stoppen op het moment. Ik heb even gemist. Oké, nou die tekstjes met die rode randjes, dat is uit het nieuwe papier van Esther. Nieuwe papierblok, dit papier zit daarin. En dan heb je hier nog lege vakjes, daar kun je zelf een tekst in stempelen, zeg maar. Ze komt uit die nieuwe papierblok. Ja, deze reinforcements zitten in een oude set. Dat durf ik niet meer te zeggen. Die heb ik natuurlijk niet hierbij gelegd. Nee, welke dat er is. Die zitten in een oude set. Zal ik even kijken of ik snel kan pakken. Want die zaten in een set die ik vorige week heb laten zien. Even kijken. Beide. Kijk, die komt uit deze set. En dat is de 1658 Planner Labels. Dus hier zitten die hartjes in. Dat is dan wel weer voordeel. Als je alles op de grond in bakjes zet, dan weet je wel ongeveer wat je allemaal aan het gebruiken bent. Dan kun je ook meteen zien hoe creatief mijn moeder ook nog steeds is. Want we hadden
ook allerlei bolletjes wol voor haar gekocht. Voor de verjaardag. Want ze doet nog altijd dassen breien. Ze doet ook niks anders dan dassen breien. En ze zijn ook allemaal aan de korte kant. Ze proberen er elke keer wijs te maken dat ze twee bollen moet gebruiken. Maar na één bol dan zegt ze is lang genoeg. En dan laat ze ook nog een stukje garen over. Want als ze soms met de fiets ergens tussen blijven hangen, moeten ze toch kunnen stoppen. Dus het zijn echt mini-formaat dassen. Maar ze doet niks liever dan breien. En ze heeft dat eigenlijk altijd gedaan. Dus wij verzamelen al die kleine dasjes weer. En we leveren gewoon weer nieuwe wol aan. Zodra ze er weer allemaal op heeft. Ik zeg altijd, dat heb ik wel van mijn moeder. Want die kan ook gewoon niet stilzitten. Die zit ook voor de televisie te breien. Nou, ik zit vaak voor de televisie te haken. Ik heb vroeger ook wel wat gebreid, maar ik doe nu eigenlijk het liefst haken. Nou, dit kost altijd wel even geduld. Dan had ik nog, waar heb ik die nu gelaten zo snel, de kleine rondjes. Kijk, ik die hier onder liggen, denk ik. Kijk, wat ik net ook liet zien met dat love dish, op die i zit geen puntje. Ja, dat is wel leuk om die dan met deze te doen. Maar ik hou er ook wel van om gewoon drie puntjes ergens te plakken. En dan in plaats van plakpareltjes deze rondjes te pakken. Pas precies bij het papier, heb je de hele tijd gebruikt. Dus het komt gewoon terug. Het geeft ook een beetje meer rust. En nu zit ik hier zo op mijn pagina te letten dat ik helemaal niet zit te kijken of jullie ook nog vragen hebben of... Hier zit een beetje scheef. Nou, dan gaan we dan de andere kant van de pagina ook nog drie doen. Kijk, en daarom had ik deze nog niet geplakt. Ja, ik lees wel dat er meer mensen zijn die ook haken, net als ik. Ik denk dat we dubbetocht allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Als je zo graag hobbyt, dan zit je niet graag stil. Tenminste, ik niet. Op de een of andere manier kan ik daar niet zo heel goed. Oh, ik wou nog zeggen, ik had er nog eentje meer, toch? Een beetje statisch. Ik hoop dat het een beetje recht is, want ik zit er een beetje ver vanaf, maar volgens mij wel. Nou, dan ga ik even kijken of deze nog zou plakken. Eigenlijk misschien wel mooi dat hij inderdaad klavertje 4 hier. Of zullen we sokken aan het breien? Nou ja, daar heb ik ook één keer een poging toe gewaagd, maar daar heb ik eigenlijk nooit mee gedaan. Dan kan ik niet, dan moet ik echt mijn gedachten heel goed bijhouden. Ik
Dat vond ik toch nog net een beetje ingewikkeld. Sokkenbreien. Kijk, dan plak ik het knaapje 4 hier. Kun je er ook rechtstreeks op smelten, maar ja, dit is wel safer als je het later eerst doet en dan erop plakt. Nou, dan had ik hier nog zo'n leuke klem. Die wil ik er dan ook nog bij doen. Dan is mijn pagina eigenlijk klaar. Ik zie dat er hier een beetje lijm langs komt. Even kijken. Nu hebben we een foto. Kijk, dan heb ik de nieuwe tabs ook gebruikt voor vandaag. Dan zijn we een keer op tijd klaar, zeg. Zijn er nog vragen? Want nu heb ik toch nu tijd. Ik ben een beetje snel geweest vandaag. We hebben natuurlijk ook geen klok afgesproken, maar... Even kijken, ik ga even teruglezen. Ja, als er is ook vrijwilliger in een woongroep voor mensen met een beperking. Nee, dat is gewoon echt balen. Ik merk dat ook wel hoor, dat ik dat toch wel jammer vind. Mensen zijn zo blij als je even komt. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik niet zo heel veel vragen. Maar zijn er nog nieuwe vragen? Nu zit ik er. Komt niet zo vaak voor, ik 10 minuten te vroeg klaar ben. Meestal ben ik over tijd en dan knalt Facebook me eruit. Niemand meer, ik zie niks meer. Er heeft wel iets vertraging natuurlijk, dus ik wacht nog even. Nou, dinsdag ben ik er in ieder geval weer om 1:30. Dan ga ik weer verder met... December Daily. Waar heb je die dice op gedaan? Hoe bedoel je, waar heb je die dice op gedaan? Oh nee, dit is onder het klemmetje. Dit is Craftex. Maar het werkt ook met dat faux leather, met dat neplier zeg maar. Werkt het ook op. Ik heb twee keer gestanst. En dan met glossy accent aan elkaar vastgeplakt. En even een boek opgelegd. Oh, even wachten. Nou, nou snap ik wat jij bedoelt. Ik pak er even eentje. Die dies zitten op magneetvellen. En ik heb onder die magneetvellen... heb ik een stukje dikke karton geplakt, zodat dat nog steviger is. De magneetvellen kun je kopen op A5 formaat en op A4 formaat. Nou ja, het A5 formaat is natuurlijk voor de plannerstans het makkelijkste. Dan hoef je het niet door de midden te snijden. Als alleen maar A4 heeft mijn loerstand, snij ik ze gewoon door de midden. Maar ik doe er wel tegenwoordig een stukje karton onder. Vooral voor de kleine onderdelen is het magneetvel zeg maar, is iets dun. En dan kan het er wel eens van af klikken. En doordat ik er een stuk karton achter doe, blijft het beter zitten. Dus dat zijn magneetvellen. En die magneetvellen, ik kan ze laten zien, want ik heb ze hier liggen trouwens. Ik ga het wel even zien. Net zo makkelijk. Even kijken. Dat ik mijn nek niet breek. Die zijn van X-Cut Lifetime Magnetic Shims A4 en Magnetic Shims misschien 4x A5 is dat. En de A4 zit er 2 in. En van de A5 zit er 4 in.
Dat is van DoCraft. Maar die staan ook bij de planners volgens mij. Staan die ook. Gooi hem ook weer op de grond, horen jullie wel. Nee, ik heb dat magneet heb ik gewoon op het karton geplakt. Dus gewoon die magneetvel. En dan, ja, ik heb de A5 formaat gekocht. Dan vind ik het makkelijkste om alles op te doen. En het blijft gewoon super zitten. En dan die hoesjes, dat zijn ook A5 hoesjes. Maar die staan ook gewoon op de site. Ik ben alleen nu door mijn stevige karton heen, dus dan moet ik weer even gaan zoeken. Kijk, en dan heb ik hier ook nog een opgeplakt welke planner mal het is. Dus zo kan ik ze makkelijk uit elkaar halen. Even kijken. Ploef op de grond. Ja, Mirjam, had je daar gehoord dat ik dat ploef op de grond deed? Dankjewel. Oh, Els is er ook. Els, ben je zelf ook al klaar? Met je live? Je was er ook live? Even kijken, de opbergmapjes. Wil, heb ik je vraag nu genoeg beantwoord? Ik weet niet, ik zal wel vragen aan Marloes of dat ze die magneetvellen en die hoesjes bij die live December Daily zet. Dan kunnen jullie ze daar altijd terugvinden. Nee, kurk denk ik onder die klemmetjes dat dat niet gaat, want kurk is, dat breekt af. Maar ik zeg al dat het leer, het nepleer er gaat en dan de Craftex. Zijn deze van, het moet een beetje stevig zijn. Dat werkt het prettigste. Even kijken. ik was ook toevallig net klaar. Ik was ook vroeger klaar dan anders. Dus, ik zie verder geen vragen meer. Ah, Marie-Claire komt ook nog net binnen. Misschien mijn karton in het midden. Ja, daar zou misschien wel kunnen, Els, met karton in het midden. Ik heb ook kurk, dus we gaan het gewoon proberen. Nou, geen vragen meer zie ik. Ik hoop dat ik jullie dinsdag om 1:30 weer zie. En dan gaan we weer verder met December Daily. En dan ga ik deze morgenavond, denk ik, op YouTube zetten. Dan zet ik de pagina's ook weer op de Facebook. En dan zou ik zeggen tot dinsdag of tot volgende week vrijdag, want dan ben ik er ook weer. Fijn weekend allemaal. Doei doei!